Hidde. Hoi. Je komt je fiets halen. Kom een fiets ophalen. Spannend. Ja, leuk. Zin in. Ja. Een F3 hadden we voor jou klaargezet. Ja. Ja, klopt. Dit is het showmodel, toch? Ja, klopt. Okay. Nou, nee, ja, helemaal goed. Leuk. Kijk en weet je ook al welke framemaat je moet hebben? Framehoogte? Geen idee. Nee. Dan moeten we dat nog even opmeten. Oké, okay, laten we dat doen. Even tussen je benen houden, zo hoog mogelijk. Tussen mijn benen? Ja. Oké, okay. Ja. Zo dus? Ja. Als ik dit zo zie, zal het ongeveer een 56 centimeter. Oké. Okay. Ja. Nou. Oké, okay, is dat dan mijn frame lengte? Nee, nog niet. Dat moeten we okay. dan berekenen en dan komen we op een framemaat uit. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd waar mijn fiets nou eigenlijk ontworpen wordt. Dus we gaan op zoek naar de ontwikkelingsafdeling en die moet hier ergens zijn. Ah, volgens mij heb ik hem gevonden. Ontwikkelingsafdeling. Ik klop maar even netjes. Hallo. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Ik ben Naomi. Ik ben Daniel. Hallo. Ah, welkom. Daniel. Ik heb gehoord dat jij mijn nieuwe F3 ontworpen hebt. Ja, dat klopt. Oké, okay, nou, ik ben wel heel erg benieuwd waar dat precies gebeurt. Ja, dat gebeurt hier. Kom maar mee. Oké. Okay. Nou, dit is de fiets die je natuurlijk kent. Zeker. Ja. Maar wat is hier nou precies anders aan in vergelijking met de andere fietsen? Nou, we wilden een modernere, hippere fiets maken. Ja. En het belangrijkste was dat we daardoor heel veel onderdelen geïntegreerd hebben. Okay. Zoals de kabels in het frame. Ja. En de achterdrager die echt gemonteerd is op een manier die je bijna niet meer kan zien. Ja, oh ja. Ja, zo hier onder het spatbord. En waar haal je inspiratie vandaan? Ik zie hier allemaal moodboards. Ja, ik kijk veel naar auto's, motorfietsen en andere producten. Dat zijn eigenlijk de dingen waar je heel veel naar kijkt. Okay. Ik probeer juist vooral niet naar andere fietsen te kijken. Niet naar andere fietsen, maar wel, oké. Okay. Ja. Dus dat doe je niet? Nee, dat maar doe de je rest niet. Allemaal wel? De rest wel, ja. Oké. Okay. En ik heb gehoord dat deze fiets een ontwerpprijs heeft gewonnen. Ben je daar een beetje trots op? Ben je daar blij mee? Ja, daar zijn we natuurlijk zijn we er heel trots op. En we hebben een EF Award, een Red Dot Award. En hij was genomineerd voor Fiets van het Jaar. Maar de grootste prijs is toch dat mensen de fiets kopen. Ja. En ik zie heel veel kleuren. In welke kleur is de F3 eigenlijk te krijgen? In het zwart. Dat is het? Nou, we hebben ook nog een witte. Zwart en wit? Zwart en wit. Maar en deze kleur bijvoorbeeld? Rood? Ja, nou eigenlijk vind ik dat je de F3 in het zwart moet hebben. Waarom? Ja, dat is vind je het niet mooi? Nou, dat is niet mijn persoonlijke smaak. Maar ik zie namelijk hier op het moodboard ook rood. Ja, ja dat, daar heb je gelijk in. Maar ik vind rood is juist dat straalt echt kracht uit en spittig en valt op. Ja, ja, ja daar heb je wel een punt. Is dat toch wel leuk zijn als je een keer dan een F3 in het rood doet? Nou, dat is toch kicken? Oké, okay, maken we voor jou een rode. Echt? Ja, maak voor jou het een rode. Dat is zo makkelijk. F3. Gaat het zo makkelijk? Nou, dit is speciaal voor jou doen we dat. Oh, dat vind ik lief. Zo'n limited edition. Een limited edition maken we van. Oh, cool. Ja. Red F3! Yay! We zijn nu bij de testafdeling en hier worden alle onderdelen van de fiets op hun kwaliteit getest. Ik ben heel benieuwd. Oeh! Dit is niet oké. Ik weet niet hoor, wat lastig. Verstop je even. Hallo. Hey, hallo. Hi. Hoi. Goedemiddag. Katrinus. Naomi. Nou, leuk dat jou zie. Ja, leuk dat jou zie. Ik kom even een kijkje nemen, want hier worden alle onderdelen van de fiets getest, toch? Klopt helemaal, ja. Ja. Leuk. Oh, nou, kom verder, dus je. Gaan, ja. Oh, geen camera. Oké. Wil je een beetje uitleggen wat ik hier precies zie? Nou, we zijn frames aan het testen. Ja. Verschillende frames. In principe wat we hier doen is in een zo kort mogelijke tijd proberen wij de levensduur van een fiets te simuleren. Ja. Een fiets moet 20 jaar mee kunnen zonder problemen. Maar ja, we hebben geen 20 jaar tijd om een fiets te ontwikkelen, dus dat moet wat sneller. Ja. En dat gaan we hier in een korte tijd gaan we dat doen. Okay. Wat je hier ziet is iemand die heel hard op de pedalen drukt. Oh, oké, okay. Dat wordt voor vandaag. Ja. Oké, okay. Cool. Dat is eigenlijk wat we hier doen. Je over een hobbel rijdt, je voorwiel staat zo naar voren. Ja. Dan wil je voorwiel wegschieten. Ja. En dat is juist wat je ziet. Je ziet niet. Wat we hier doen, we testen zeg maar de complete wielen, dus inclusief de banden, alles erop en eraan. Ja. En wat we hier doen is een hele slechte weg simuleren. Een beetje bobbelig en links en rechts en zo. Dat is ook de bedoeling, ja. Ja. We gaan van de eerste situatie. Oeh, dit is wel echt de martelkamer van de fiets hoor. Maar ze nemen het wel heel serieus. Op naar de montage. Kom mee. We zijn nu bij de montage en ik vind het nu echt wel een beetje spannend worden. Want alle onderdelen die komen hier samen en ik ga op zoek naar Pierre, want hij gaat mijn fiets bouwen. Even kijken hoor. Ik zie overal fietsen hangen.
Even speuren naar iets roods. Nee. Pierre! Oh, ik hoor wat. En ik zie wat roods. Daar. Ah, waar ben je? En ik zie mijn rode fiets al hangen. Cool. Ha, heb je gevonden. Ja. Hi, Naomi. Nou, dus jij gaat mijn fiets bouwen. Ik ga jouw fiets bouwen. Ja, nou, cool. Leuk. De eerste rode. Echt? De allereerste? Limited edition. Ja, het is limited edition. Nou, ik vind hem heel cool. Ik ben er heel blij mee. Maar jij hebt nog nooit een rode gezien, dus? Nee, dit is mijn eerste rode. Hiervoor alleen maar zwart? Alleen maar zwart en wit. Oké. En hoe werkt het precies? Want je krijgt hier alle onderdelen en dan? Dan ga je alles van voren gaan. Stuur erop. Voorkant in elkaar. Alles mee naar achteren nemen. En de achterkant. Alles afstellen, kabels. Netjes. Spanbordenlijn. Ja. Geen slagen in de wielen. Nee, precies. Oké. En dit is dus geen lopende bandwerk? Want jij, geen doet, lopende jij doet echt alles? Ik bedoel echt alles. Oké, okay, dus echt vakmanschap. Dit is echt vakmanschap. En iedereen moet alles weten. Iedereen moet alles weten. Ja. Dus uiteindelijk krijg ik eigenlijk een fiets gemaakt door jou. Ja, een bikepass bij specifiek voor jou. Oké. Dus ik weet jou te vinden als het niet goed is. Je weet mij te vinden, ja. Dan moet ik op Pierre zijn. Kijk, mijn bikepass. Gebouwd door Pierre. En zo kan je dus zien wie jouw fiets gemaakt heeft. Oeh, dat is echt super spannend, want ik krijg nu dus mijn nieuwe F3. Ik kan niet wachten. Ah, daar is die. Kijk eens. Zo. Hij is klaar. Hij is klaar. Je nieuwe F3. Dank je zo, hij is mooi. Cool, kijk dan, die kleur. Heel veel plezier ermee. Ja, dank je wel. Adios. Graag gedaan. Tot ziens. Oh, hij is vet. Shiny hoor. Doei.